Voert u een gemengd rantsoen en wilt u uw voerefficiëntie beter monitoren zonder dat een directe investering in hardware nodig is, dan is Uniform VTracker iets voor u. Uniform VTracker is een standalone voermanagement systeem dat u in staat stelt voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen en de productie te verbeteren. Uniform VTracker heeft een koppeling met het Uniform Agri Management programma, waardoor melkgiften, krachtvoergiften en groepsaantallen kunnen worden geïmporteerd. Door deze koppeling kunt u eenvoudig de voerefficiëntie monitoren en de laadlijsten zijn altijd op het juiste aantal koeien gebaseerd. Het is nu mogelijk om de laadlijst in uw Uniform app naar voren te krijgen, zodat u deze op de tracker of uw mengwagen kan bekijken, aanpassen en bevestigen. Wilt u weten hoe dat eruit ziet? Bekijk dan het filmpje over de VTracker functie in de app. In dit filmpje ga ik een korte demonstratie geven van de mogelijkheden van de Uniform VTracker. Bovenaan in het scherm staan mijn snelkoppelingen. Alle items die ik dus vaak gebruik, kan ik hier neerzetten, net als in uw uniformprogramma. Bij de voerinstellingen heb ik mijn ingrediëntenlijst, mijn rantsoenen en mijn groepen. Bij rantsoenen kan ik het rantsoen instellen. Op dit bedrijf krijgen de melkkoeien het volgende rantsoen. Wanneer ik de kilogram droge stof per koe aan zou passen, wordt ook de daadwerkelijke lading per koe meteen aangegeven. Die zitten dus aan elkaar verbonden. De volgorde van deze ingrediënten bepaalt ook meteen de volgorde van mijn laadlijst. De volgorde die kan ik hier eenvoudig wijzigen met het pijltje. Na het laden van mijn rantsoen heb ik hier aangegeven dat ik 5 minuten wil gaan mengen. De groepslijst is een handige wijze om de dagelijkse gift per koe aan te passen. De aantallen koeien worden uit mijn managementprogramma gehaald en daarnaast kan ik met de globale voerfactor snel een procentuele wijziging doorgeven. Wanneer de voeropname lager is, omdat het bijvoorbeeld warm weer is en de koeien minder vreten, kan ik hier eenvoudig 80 neerzetten. En degene die dan vanuit de app de koeien voert, zal na synchronisatie meteen zien dat er minder gevoerd hoeft te worden vandaag. Onder activiteiten kan ik nog een aantal andere dingen instellen. Bij voorgemengd voeropslag kan ik het voorraadbeheer voor voorgemengd voer bijhouden. Hier kan ik eventueel handmatig wijzigingen naar mijn app versturen en ontvangen. Dit wordt natuurlijk ook automatisch ingesteld, zodat het automatisch op een bepaald tijdstip per dag gebeurt. In de voersimulator kan ik mijn laadrapporten vinden onder het afdrukvoorbeeld. Deze laadrapporten kunt u eventueel ook afdrukken mocht u de app niet willen gebruiken. En u kunt hier ook corrigeren met het daadwerkelijk gevoerde rantsoen. Wanneer u restvoer heeft, dan kunt u dat hier in het programma invoeren, zodat die hoeveelheden niet worden meegenomen in de droogstofefficiëntie. Ook wanneer het restvoer wordt doorgeschoven naar een andere groep, kunt u dat hier aangeven. Melkproductie van melkmeters kan ik inlezen vanuit Uniform of onder melkproductie zelf aangeven. Hetzelfde geldt voor de krachtvoergiften. Bij mijn wageninstellingen geef ik aan hoeveel inhoud mijn mengwagen heeft en eventueel kunt u hier ook met meerdere mengwagens werken. Dan gaan we naar rapporten, het meest interessante deel. Wanneer u het rantsoen heeft gemaakt en het voer ervan heeft bevestigd in de app, kunt u bij rapporten het voeren analyseren. We kunnen de gemiddelde droogstofopname per dier bekijken. Dit kan in dit overzicht, maar ook in een grafiek. Ik kan zelf bepalen over welke periode ik dat wil zien, over de laatste 14 dagen, maar het kan ook bijvoorbeeld over de laatste 100 dagen. Dan zie ik hier de droge stofopname van de melkkoeien over een periode van 100 dagen. Door in de app de afwijkingen van het daadwerkelijk gevoerde gewicht te corrigeren, kunt u bij het tweede rapport de voerfouten bekijken en ziet u ook meteen wat die voerfouten u hebben gekost. Het gaat daarbij om fouten binnen individuele producten. Deze voerfouten hebben immers grote invloed op de samenstellingen en verhoudingen van het rantsoen. Zowel te veel als te weinig gevoerd van een product wordt daarom als een voerfout gezien. Ik zie hier wat dat me in totaal heeft gekost. In het laatste rapport gaan we kijken naar de droogstofefficiëntie. We zien hier alle belangrijke items per dag op een rijtje staan. We zien de hoeveelheden, de hoeveelheid krachtvoer, het aantal koeien, de droge stofopname, de totale kosten van het rantsoen, de melkhoeveelheid die op die dag is geproduceerd, met de daarbij behorende melkopbrengst, het saldo per dier per dag, de voerkosten per liter melk, de droge stofefficiëntie en de droge stofefficiëntie op basis van de meetmelkberekening, waar dus ook de gehaltes van de melk in worden meegenomen. Onderaan zien we de gemiddeldes. In dit geval, over de laatste 31 dagen, is er een droge stofefficiëntie van 1,39.
Ook dit overzicht kan ik weer in een grafiek bekijken. Bijvoorbeeld over de laatste 100 dagen. Ik kan hier aan de rechterkant zelf kiezen welke items ik in de grafiek wil hebben. Als ik puur naar mijn droge stofefficiëntie kijk, dan vink ik die alleen aan. Met deze rapporten kunt u het voeren op uw bedrijf een stuk inzichtelijker maken. Ook de invoer is nu een stuk eenvoudiger geworden doordat het op de app beschikbaar is. Het Uniform V-Trucker programma is een programma zonder aanschafkosten en heeft alleen een jaarlijks onderhoudsbedrag. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger. Gebruikt de Uniform V-Tracker al en heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk de helpdesk bellen.